leuk. Joyce is zo makkelijk te beïnvloeden. Ik heb het gevoel dat als ik dit op de nee, ophoud... Het is een beetje droog. Mm-hmm. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag eindelijk weer tijd, jongens, om nieuwe producten te gaan testen. Yes, we hebben echt superveel spullen. Ik zeg het elke keer, maar dit keer hebben we echt superveel spullen. Ik heb zoveel tips van jullie gekregen op Insta, op TikTok. Ik wil jullie daar heel erg voor bedanken. En ja, we hebben echt van alles vandaag. Het is heel gevarieerd. We hebben taart, vind ik altijd wel leuk. Chips, kruidnoten, nou echt. Koek, we hebben zelfs aardappelpuree. Kun je nagaan? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik vraag me echt af of wij dat lekker gaan vinden. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben om mee te kijken. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. Dan weten we ook dat jullie deze video's leuk blijven vinden. Maak je ons zo blij, jongens, als je dat even doet. En vergeet onder ook zeker niet om even te abonneren. En dan gaan we gewoon meteen beginnen. Hier heb ik zoveel tips over gekregen, jongens. Ja, dit is het eerste gebakje van de dag. Joep zit echt zo te kijken van, wat is dit eigenlijk? Ik zit te kijken, hoe moet dit open? Want het zit in een of andere... plastic verpakking. Het lijkt een beetje op een eierdoosje. Vind je dat die onderkant, zeg maar. Klopt. Dus daar lijkt het een beetje op. Maar nou, wat zijn het dus? Ik dacht over de verpakking. Ik dacht van, oh, dit zal wel karton zijn dat helemaal duurzaam is of zo. Maar het is nog gewoon plastic. Echt? Het zijn pistas cheesecake puntjes. Oeh. Nou, jongens. En zoals jullie weten, wij houden echt van pistas. En sowieso tegenwoordig iedereen, volgens mij. Het is helemaal een hit. Zo. Ik vind het er leuk uitzien. Het ziet er wel leuk uit. Vind ik het er eigenlijk leuk uitzien? Jawel. Het ziet er wel een beetje raar uit met dat groen natuurlijk. Ja, maar dat is de pistache. Ja, dat snap ik. Maar ze zijn wel klein. Maar dat zegt mij waarschijnlijk dat het echt super machtig spul is. Dat denk ik ook. Het was ook niet goedkoop dit. We zetten natuurlijk de prijsje weer bij. Maar er zijn echt vandaag een paar producten dat ik dacht, jongens... €4,50. We verwachten hier nu wel wat van. Ja, precies. Ik vind het er leuk uitzien, maar dat groen is toch een beetje raar. Ja, maar jij had toch online gehoord dat je juist eigenlijk de variant moest pakken... met het meeste groen erin, omdat dat het lekkerste is. Dit was het laatste doosje wat er nog stond. We hadden niet heel veel keus. Maar inderdaad, veel mensen zeggen dat je zo min mogelijk vanil je spul zeg maar, moet pakken. Tenminste, ik denk dat het is. Het is wel echt cheesecake-achtig, zeg maar. Maar ook weer niet helemaal. Het is natuurlijk gewoon een cheesecake, maar cheesecake smaakt normaal een beetje meer... weet ik niet, cheesig, cakerig. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Nee. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik vind het wel prima, maar ik vind het niet spetterend. Nee, ik heb nou niet zoiets, jongens, dit moet je nu gaan halen. Ik dacht, dit was onze nieuwe guilty pleasure. Maar het valt wel mee, hè? Ik vind de onderkant wel lekker. Ik wilde net zeggen, ik zou gewoon alleen de onderkant willen eten. Want dat is een soort, echt pistache nootjes onderkant. Ja. Zoals een ander taartje, zeg maar, ook zo'n onderkant sowieso, heeft. Altijd de bodem van de taart is altijd het beste. Ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik denk dat ik het een 7 geef. Ik geef het een 6,5. Ik vind het... prima, maar ik had gehoopt op een wauw, zeg maar. Wauw, ja. Het is cheesecake, het is pistache. Nee, dat is wel bewaar. Maar we hebben daar nog een ander groen taartje, dus misschien dat dat hem wel helemaal gaat worden. Wat hebben wij met de groene taartjes vandaag, hè? Ik moet helemaal aan de Grinch en al aan kerst denken. Ja, ik vind het een beetje kerstachtig, zeg maar. Nou, we hebben tussendoor nog even truffelchips van de Albert Heijn. Ja, en hier ben ik ook echt heel erg benieuwd naar. Dat zijn echt de twee grootste hypes geweest van de afgelopen jaren. Ja. Ongeveer 2 jaar geleden was truffel, alles met truffel. Klopt. En nu alles met pistache. Ja, dit ruikt heel lekker. Heftig, hè? Ik heb nu al het idee dat dit heel lekker gaat zijn, jongens. En het is dus ook robuuste chips. Ik vind dat er best veel in zit. Of ja, het lijkt niet op camera, maar ik vind dat het... Ja. Ik heb wel zoiets van nou. Nou ja, tegenwoordig als een zak chips voor meer dan de helft gevuld is, dan geef je bijna applaus. Nou, voor meer dan een kwart. Ik weet het niet. Ik vind het lekker. Oh. Vind je het lekker? Ze zijn wel super krokant. Ja? Maar ik vind het heel lang. In het begin is het gewoon saaie cracker, saaie cracker, saaie cracker. En dan denk je, oh ja, een beetje truffel. Ja? Ja. Wacht, ik ga nog eentje. Nee, dit zou niet mijn favoriet worden. Het is niet mijn favoriet. Dus wel, ik vind het wel best wel goede truffelchips. Hebben wij de vorige video niet ook truffelchips geprobeerd? Ja, toen hadden we die uit Duitsland. Die vond ik wel nog een stuk lekkerder. Die was echt lekker. Maar die waren heel sterk. Deze zijn inderdaad wat milder van smaak. Ja. Maar ik geef het wel een 7,5. Want ik vind ze toch wel lekker. Ik geef het een 6. En ik vind de zak ook leuk. Met zo'n gouden randjes en zo. Ja, ik vind het leuk. Joyce is zo makkelijk te beïnvloeden. Als je het over gemakkelijk te beïnvloeden hebt. We hebben, hoe heet die dingen? Pepernoten. Kruidnoten, pepernoten. Ja. Wij noemen het pepernoten. Ik vind het grappig dat alles paars is. Waarom is alles paars? Paars en groen vandaag. Ja, inderdaad. Het zijn dus pepernoten met disco dip. Ja. Op zich lijkt me dat best lekker. Hier kreeg ik ook heel veel tips voor. Van, wil je alsjeblieft deze gaan testen? We hebben er dadelijk nog eentje, maar we doen wel eerst deze. Ja, ik denk dus dat het heel lekker gaat zijn. Dit is dus inderdaad omhuld met witte chocolade en dan dus met die
Met die disco dip die je vroeger altijd op zijn ijsje had. Oh, vroeger? Ja, nog steeds. Dat doe jij nog steeds hoor. Wij eten helemaal niet zo vaak met een ijsje. Nee, eigenlijk nooit. Moeten we vaker doen. Ik vind het zo lekker. Ik vind het er heel leuk uitzien. Ja. Je denkt, nou, dat vind ik nog niet helemaal, maar... Nee, wel. Ik vind het er leuk uitzien. Heel raar zo met die disco dip. Ja, dat wel, hè. Het eet heel apart. Ik vind het wel heel lekker, maar het is wel een beetje alsof je gewoon... Kom ik weer met mijn ui leggen. Het is net of je gewoon een witte chocoladepepernoot in een bak zand gegooid hebt en dan denk je, dan ga ik opeten. Ja, maar het kraakt allemaal een beetje. Het kraakt wel allemaal een beetje, ja, dat klopt. Dat gekleurde spul heeft helemaal geen smaak. Nee. Het kraakt alleen en het ziet er grappig uit. Ik vind het lekker, maar het eet wel raar. Mm-hmm. Wat geef je dit? Ik geef denk ik een... Nou, weet je wat het is? Ik geef de 7,5. Ja. Want het is wel precies wat je koopt. Ja, sowieso. Dat vind ik ook. Witte chocoladepepernoten met disco dip erop. Ja. Dat is het. Ik kreeg trouwens ook zoveel tips van jullie. Van dat ze dus ook kruidnoten of pepernoten... Ik zit nu de hele tijd door elkaar te halen. Ja. Maar wij zeggen altijd pepernoten. Dat ze nu ook pepernoten van Delft hadden met pistache smaak. En ook daar heel veel leuke smaakjes van hadden. Die hebben volgens mij echt bijna elke mogelijke smaak wel gehad. Alleen helaas is bij ons Albert Heijn hebben ze niet zo'n afdeling van Delft. Oh, hebben ze die in de Albert Heijn? Ja, in de Albert Heijn bij sommige. Wij zijn natuurlijk best vaak naar zo'n winkel geweest. Waar ze dan alle soorten pepernoten hadden. Dat vond ik ook zo. We hebben ooit gin tonic gehad. Ja. En echt allemaal van die gekke, dat echt leuke van Delft, smaken. Toch? Ja, klopt. Goed. We hebben nog een optie. Yes. Het zijn Albert Heijn... Elke keer tegen die plant aan zo. Ja. Dit is onze plant nummer 2. Onze vorige plant heette Harry. Ja. En nu hebben we Harriet. Ik vond het zo grappig. Iemand zei ze onder de video, rip Harry de plant. Ja. Ik lag echt dubbel. Ja, ik was ook wel een beetje triest hoor. Ja. Voelt toch alsof je goudvis overleden is of zo. Ja. Goed. Truffelkruidnoten met cinnamon rolls smaak. Dit lijkt me heel apart. Ja, dit lijkt me heel dat lekker. Een laag kaneel overheen zit of zo. Ik denk dat het echt heel lekker gaat zijn. Zo, ja, die zijn. Dit lijkt een beetje op zo'n. Ja, inderdaad, truffel trouwens. Ja. Wat wilde ik nou zeggen? Nee, maar er zit echt zo'n hele laag over. Ja, inderdaad. Het is net suède. Oh, het ruikt al helemaal naar cinnamon roll. Oh, what the fuck. Die kaneel is zo sterk. Ja. Het is net. Oh. Het is net of je die cinnamon challenge doet. Weet je wel dat je zo'n bak. Zo'n lepel vol met kaneel naar achter moet eten. Ik vind het in het begin is het een beetje raar, maar daarna vind ik het wel heel lekker. Ja, maar het is gewoon te veel kaneel. Ja, maar het doet tenminste wel echt wat het beloofd. Ik heb wel zoiets van nou. Nee, maar een cinnamon roll is ook niet zoveel kaneel. Oh, moet ik hem wel in mijn mond doen? Dan moet je zien, ik liet hem 1 seconde vallen en heel mijn hand zit onder de kaneel. Dit is niet normaal. Ja, maar ik vind het wel lekker. Het is iets te veel kaneel, maar het is wel lekker. Het is wel te veel kaneel. En ik proef geen truffel. Ja, maar het is niet truffel als in truffel. Nee, truffel. Ja, maar het is niet truffel. Kruidnoten. Ja, maar hoe wil je truffel dan proeven? Er zit ook een smaak aan. Nee, en die chips dat zit is niet ook die smaak. Dat bedoelen ze niet die smaak mee. Ja, oké. Okay. Ik zou, als ik truffel chips verwacht ik chips die naar truffel smaakt. Als je truffel kruidnoten koopt. Ja, maar het smaakt niet naar deze truffel. Oké. Okay. Toch? Hey, ik snap dat ze bedoelen zo... een andere soort truffel. Ja, dat snap ik. Ze bedoelen die, inderdaad die poederige, ook die, ja, vorm. Ja. Nou ja. Nou, ik ben geen fan. Het krijgt een 6 van mij. Ik geef het een 6,5. Ik vind het lekker, alleen het is iets te veel kaneel inderdaad. Nou, ik geef het wel een 7 hoor. Ik vind het wel lekker. Nou, dan mag jij die opeten, dan heb ik wel die spikkeltjes. En ik heb niet heel vaak dat het te veel is. Dat het zeg maar een soort van de smaak te heftig is, zeg maar. Snap je? We hebben heel vaak dat het gewoon te weinig is. Maar... Ja, hierdoor kun je gewoon bijna geen ademhalen. Dan gaan we door naar het volgende taartje. En dit is een green velvet punt. Ja. Dus dat green velvet punten, oké. Okay. Normaal heb je dus red velvet en dan is rode cake en dan heb je dus green velvet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd waar het dan ook naar gaat smaken. Zeg maar of het echt een hele andere smaak... Nou, red velvet heeft wel een typische smaak. Ja, daarom. Gaat dit lukken? Ik hoop het. Ik gooi eigenlijk echt dat bakje zo hoog. Ja. Dat was misschien ook niet handig. Je hebt zo'n Oompa Loompa af en toe. Kijk. En deze waren €5,99. Ja, maar je krijgt wel meer voor je geld of zo. Het is wel een stuk groter. Ik vind het grappig, want ik zie hier dus ook een stukje rood in zitten. Oh ja. Dus ik zit ook echt zo van... Waar komt dit nou weer vandaan? Hoe is dit gebeurd, zeg maar? Ja, er zit een heel klein puntje ik rood in. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, want... Nee, dat is te klein. Ja, het is ook echt... Je ziet het maar net. Nou, bij meerdere puntjes. Nou, we gaan het gewoon eens proberen. Ziet er wel... Het ziet er... Ja, ik weet niet of het ik lekker uitziet. Ik weet niet of het er lekker uitziet. Het ziet er wel uit als groene taart, en dat is het ook. Ik vind het een beetje, als je zeg maar in het buitenland bent, dan ga je daar zo'n, bijvoorbeeld in Turkije of zo. Ja, precies. Daar heb je ook altijd van die gekke kleurtjes, of in Egypte of zo. Het smaakt ook een beetje groen.
Nou, ik vind het niet vies. Komt dit nou door die pepernoot van net? Of vind ik het heel raar smaken dit? Ik denk dat het... Dit smaakt toch precies nergens naar? Nou, die toplaag is heel zuur. Er zit zo'n witte toplaag op. Het proeft, oké, weet je hoe het proeft, jongens? Alsof taart gezond zou moeten zijn. Alsof je, nee, jawel, ik vind het gewoon alsof het gezonde taart moet zijn. Waarom is dat bovenste zuur? Ik vind het een beetje naar dreft. Wel de groene dreft, mm-hmm. Niet de rode. Mm-hmm. Nee, ik vind het niet per se een aanrader. Ik ben een beetje aan het wachten van, wordt het nog beter? Maar het wordt het niet wordt beter. Het wordt niet meer beter. Dit is wat het is. Nee, ik geef dit gewoon een 5. Ja, ik vind het ook niet op. Ik vind dit echt niet... 5 voor mij nog net te voldoende, 5,5. Ja, maar dit is ook gewoon 6 euro, hè? Ja, dat 6 is wel waar. 6 euro. En dan is het niet... Ik vind het echt niet... Ik ben benieuwd of iemand van jullie deze op ik heeft. Vind eigenlijk dat je voor 6 euro toch in ieder geval wel een halve taart moet kunnen krijgen. Want ja. Hoeveel van deze puntjes zou je... Dan kun je er minimaal 12 punten uit één taart halen. Ja. Moet je nagaan, maar is ik één vind taart echt gewoon niet lekker. 36 euro. Het is inderdaad heel zuurig. Heel zuurig. En het is niet... Taart hoort niet zuur te zijn. Wat raar dit. Misschien moet ik het zelfs nog laag geven. Maar jongens, ik heb bijna nooit dat ik een onvoldoende geef. Ik vind dus het wel dit jammer. Is echt niet de bedoeling. Ik had meer hoop van de gebakjes vandaag. Ik had ook meer hoop hierop. Maar we hebben nog genoeg dingen waarvan ik wel denk dat ze heel lekker gaan zijn. Ja, we moeten even naar de keuken toe. We moeten dat hadden we nu al moeten doen eigenlijk, Joep. Ja, we moeten wat dingen mee overleggen. Dat hadden we beter ook kunnen doen. Maar goed, we gaan even aan jullie laten zien wat het is. En we gaan dus ook de aardappelpuree. De aardappelpuree, ik kijk er een beetje tegenop. Ik niet, ik heb op zich best goede hoop. Oké. Ja. Nou jongens, het is tijd om de dingetjes in de oven te gaan leggen. Dit lijkt allereerst heel erg op een pizza. Ja. Maar dat is het niet. Dit ook. We hebben twee dingen die eigenlijk heel erg op pizza lijken, maar geen pizza zijn. Ja, dit is volgens mij een soort... breekbrood of zo, want het zijn allemaal van die kleine dingetjes, denk ik. Het is een beetje breekbrood of focaccia-achtig of zo. Ja, het is dus La Mia Familia. En wat is de naam? Hoe heet dit ding? Four Cheeses. Ja, maar ik bedoel meer, hoe heet dit? Dit is niet een pincha of een pizza of een... Weet je wat ik bedoel? Ik denk gewoon dat ze het Mia Familia hebben genoemd, waar je het met de hele familie kunt delen. Nou, deze dus. En dan hebben we ook van Dr. Utker. Sommige mensen zeggen ook Dr. Utker. Oh ja. Ja, klopt. Oké. Okay. Maar hebben we een Ristorante Piadina? Ja, daar heb ik ooit wel van gehoord. Ja, lijkt een beetje op een dichtgevouwen pizzabodem of zo. Ik denk dat het best lekker kan zijn. Jawel, hè? Het lijkt een beetje op een tortilla. Ja. Nou, we gaan ze gewoon eens even allebei openmaken. Ja, normaal proberen we een beetje fatsoenlijk na te denken tijdens de video's. En de oven al voor te verwarmen en deze er al in te leggen. Soms is het moeilijk. Ja, het is niet zo'n dag vandaag. Oh, het zijn er wel twee. Oh ja, het is inderdaad echt zo'n breekbrood. Lijkt een beetje op een Turks brood, als ik het zo zie. Jawel, hè? Ja. Dit lijkt ook een beetje op een Turkse pizza. Ja, inderdaad. Oh, zijn er inderdaad twee, ja. Het is ook niet super groot. Nee, maar op zich klopt. Prima. Nou, we gaan het eens even in de oven leggen. Oh ja, en ze hadden alles trouwens ook nog in meer smaken. Deze is dus met 4 kazen. Die hadden ze ook nog met... Ik heb geen idee. Ik wist het maar. Ik weet het nu niet meer. En die is met ham. Ja, dit is een diavolo. En die hadden ze ook met 4 kazen, volgens mij. Volgens mij ook ze hebben allemaal verschillende smaakjes ook nog. Ziet er wel lekker uit. Ja, dus deze kan ook de oven. We hebben alleen één klein probleempje, jongens. Wij gaan straks nog uit eten. Ja, dat wordt nog leuk. Misschien moeten we de helft van dit doen. Ja? Als het dan toch een breekbrood is, kunnen we wel breken. Ja, nou, komt nog wel veel minder eigenlijk. Zoiets, ja. Nou, dat is ook nog steeds veel. Oh, toppie. Ik heb hier wel zin in, op de een of andere manier. Ja, en die pizza's. Ja, ja, tuurlijk. Ja, nou, jij zei net dat het best lekker kan zijn. Ja. We gaan nu door naar deze bakjes van Unox. En ik denk dat heel veel mensen die bakjes van Unox met de pasta wel kennen. Ja, je hebt de good pasta, inderdaad. En daar heb je tegenwoordig ook echt veel smaken van. Ik heb er alleen nog maar de carbonara van geprobeerd, maar je hebt echt heel veel smaken daar tegenwoordig van. Ik vind het wel lekker. Met name dat eerst ook vaak mee naar werk in de pauze, dat je dan even snel zo'n bakje had. Ik vond het wel lekker, maar op een gegeven moment had ik ook alweer genoeg van. Ja, je moet het niet elke keer. Maar, zeker wel. Maar, daar hebben ze dus nu aardappelpuree in zo'n potje van. Ja, dit is met spek en ui. En dit is met ui en croutons. Ik ben hier echt zo benieuwd naar. Het kan nooit zoveel zijn, zeg maar. Nee, we moeten het gewoon open de helft van de deksel en giet het koken. Ja, we moeten even water kopen. Wat doe jij? Aardappelpuree. Oké, ja, we moeten dit gewoon met kokend water doen. Ja. Ik moet wel zeggen, de bakjes vallen wel op. Ja, het ziet er wel opvallend uit, ja. Dat wel. Ik zo'n luchtverkeersleider zo. Met de aardappelpuree. Ja jongens, ik zal jullie even dit zeer ingewikkelde recept laten zien. Je pakt kokend water, je pakt een bak.
Hé, hey, flikker het erbij. Je gooit hem vol. Ja, tot het lijntje. Tot het streepje. Niet meer en niet minder. En daarna moet je hem volgens mij weer half dicht zetten. En maar wel even roeren, denk ik toch? Ja. Ik heb nou gewoon het idee dat dit gewoon zo'n pastaatje gaat worden. Ik dus dat ook. Dat is best wel lekker. Ik dus ook. Maar aardappelpuree, dat, ja, als je iets te veel water doet, wordt het echt zo'n drap. En iets te weinig nou, en wordt wat ik me meer afvraag bij dit, hè. Kijk, een pastaatje kan je echt meenemen. En dat is dan ook echt avondeten. Ja, maar snap kan je? Of lunch. Of weet het nog meer. Ja, maar daar moet dan nog iets bij. Ja, maar daarom zit hier ui en croutons en spekjes in. Dus je, maar snap je niet wat ik bedoel? Ja, ik snap het op zich wel. Ik vind alleen aardappelpuree, maar ja, misschien, wat vinden jullie jongens? Ik vind alleen aardappelpuree, ja, ik vind het niet echt een maaltijd. Het is geen maaltijd, het is meer een bijgerecht. Zeg maar, maar ja, dit ga je niet als bijgerecht doen. Dus snap ik, dat snap ik nog niet helemaal. Het was wel echt heel snel helemaal dik zo. Ja. Ik heb een beetje het idee dat we daar een vochtvreter gaan eten. Ja. En tijdens dat we aan het wachten zijn, gaan we ook meteen even door naar een drankje. En dit is een yoghurtsmoothie mango smaak van Melkunie. En klinkt wel lekker. Nou, ik zag dus weer zo'n bord erbij staan. Dan denk ik al meteen, dan heb je mij al. In de winkel, dan hangt er zo'n bord. Zo'n bord van nieuw. Ja, gewoon probeer nu. Weet je, dan denk ik meteen, oké, jij moet ik hebben. Wij hebben wel eens gehad, toen werkte ik zelf in de supermarkt. Oh, daar komt helemaal water vanaf. En toen was er een man echt heel boos, want er stond ergens zo'n probeer nu. Ja. En hij had dus gedacht van, oh, probeer nu gratis. Dat was het wat? Ja, het stond probeer nu. Had hij meegenomen? Okay. Nou, hij had gewoon af moeten rekenen. En dan kwam hij later terug en zei van ja, ik heb dit af moeten rekenen, dus terwijl hij zou probeer nu. Toen zei die mensen van ja, we staan niet probeer nu. Oh, gratis. Dat is inderdaad wel... Maar ik snap wel waar die vandaan komt. Ik snap waar die vandaan komt. Ja. Maar ik snap ook dat je gewoon moet betalen. Ja. Maar ja, dat is hetzelfde dat je bij elk ding gaat zeggen van koop dit nu. Maar ja, het is, ja. Nou ja, misschien moeten ze hun marketingstrategie aanpassen dan. Ja, precies. Oh, het ruikt lekker. Ik vind mango sowieso wel lekker. Ja, ik vind het echt top. Dit kan ik echt elke dag drinken. Mm-hmm. Ik vind het zo lekker. Ja, het is wel gewoon ook een beetje optimaal achter. Ja, nee, tuurlijk. Zeker. Misschien dat dit ook lekker is in die Ninja Creamy. Ja, dat is een hele goeie. Denk het wel. Ik geef dit 8,5. Zo. Ja. Ik geef het ook een 8. Ik vind het wel lekker. Mm-hmm. Het mag voor mij nog iets minder yoghurt en iets meer fruit zijn. Ja, oké. Ik vind het echt top. Zouden we dit al kunnen eten? Nou, wij zijn weer te ongeduldig, maar het ziet er al wel goed uit. Ik heb het gevoel dat als ik dit op de kop hou, het komt er niet uit. Nee hoor? Nee. Nee. Ja, ik durf dat niet, maar bij mij gaat het sowieso wel eruit. Het is niet goed hoor. Het is leven op het randje. Heb je ook die films gezien? Dat ze nu in Amerika, yeah. Zijn er heel veel mensen die dan zeggen dat ze nep fruit hebben. Ja, als ze dan zo in snijden dat het zo'n soort van snoep lijkt of zo, dat klopt, dan ja. Al die mensen helemaal soort van zijn van dit is niet goed of zo. Oké. Ik vind het wel heel raar dat het er niet uit komt zetten. Het is inderdaad wel echt een beetje een massieve zo. Lading. Ik denk dat het heel heet gaat zijn. We hadden misschien nog wel meer door moeten roeren of zo. Nee, ik denk dat het helemaal goed is hoor, zo. Zo is het bedoeld. Ja, ja het is wel echt aardappelpuree. Het ruikt wel lekker. Zo, het is heet volgens mij. Ik krijg helemaal zo'n wintergevoel hiervan. Het ruikt helemaal naar zo'n stampotje. Echt hè? Ga die van jou ook even proeven? Ik denk dat die van jou lekkerder is met spekjes. Deze croutons zijn raar, want ze zijn een beetje half nat, zeg maar. Nee. Die vind ik niks. Ik vind deze wel lekker. Mm. Gaat het? Au. Non hu. Wij willen ook weer te snel. Nou jongens, ik heb echt mijn tong verbrand. Het is echt shit. Misschien beoordeelt het beïnvloed mijn beoordeling. Score een beetje. Oké, wat geef je het? Ik gaf die van mij met de ui en croutons geef ik een 6 en ik de andere ook. Een 7. Ik ook. Het doet wel wat het belooft. Ja, ik denk wel op zich dat als je dit maakt en dan gewoon zo op een bord gooit, dat iedereen wel denkt van wow, die heeft echt zijn best gedaan. Ja, wel toch? Dit is culinair. Ja. Maar ik zou inderdaad, als je het wil proberen, voor deze gaan. En wachten tot het is afgekoeld. Dat ook. Joep is nu de pizza, ik blijf maar pizza noemen. Ja, maar zoiets is het ook. De, hoe heet dat nou? Piadina aan het snijden. En we gaan dadelijk ook dat andere brood proberen. Maar ik denk dat we nu nog even gaan wachten, dat we niet meteen weer ons mond gaan branden. Nee, dat moet toch nooit. We kunnen ook. Oh ja. Dit vind ik zo, ook weer zo'n product dat ik denk, waarom? Ja, ik hoop dat dit gewoon alleen voor kinderen bedoeld is. Ja, ik denk dus ook dat het voor kinderen bedoeld is. Het zijn dus kaasfrietjes. Ja. Tadaa. Zouden ze dit dan boven in de land ook kaaspatatjes noemen? Dat denk ik niet. Nou, misschien wel. Ja. Misschien wel. Maar ik zou ook weer zeggen, ja, ik ben nog op zoek naar iets met... kaas in de vorm van een soort frietjes of ja. Zo. En je hebt zo, waar heb jij het over? Ik snap echt niet waar je het over hebt. Het ziet er wel uit als een beetje die smerige kaas, echt die kinderkaas.
Anders zou je zoiets zeggen, denk ik al, ja, laat maar. Neem maar zo'n cheese trains of zo. Ja. Dat is echt van die kaas die gooi je op de grond en die plakt hem weer tegen het dak aan. Ja, dat is dit ook een beetje. Ja, dat is wel van die veel te chemische. Ja. Maar goed. Ik vraag me ook af of je dit goed kan eten. Nee, een lekker frietje. Ja, maar dit is toch gewoon, je kan toch gewoon beter, pak gewoon een stuk kaas, nee. Trek die uit elkaar. Ja, ik snap het nog niet helemaal. Nou ja, voor kinderen dan denk ik oké, prima. Ja. Maar het is wel echt van die smakeloze kaas. Ik heb echt het idee dat ik gewoon naar plastic aan het eten ben of zo. Ja, toch? Ja, wel een beetje. Je zit ja. Geen smaak aan. Nou jongens, we hebben nu al een paar producten waarvan ik denk, nee, dit is het niet. Dit nee. Is het niet. Maar misschien dat dadelijk die pizza dingen heel de dag gaan redden. Maar wat geef jij het? Oh ja. Nou, ik denk nu als volwassene 6. Nou vind ik nog hoog. Ik geef het een 5. Ja, maar het kind in mij wil ook wat, hè? Kind, ja. Oh. Nou jongens, ik heb net mijn eerste voetbalwedstrijd van het jaar weer gehad. En nu al spierpijn. Ik kan nou echt al niks meer. Goed. Ja, we gaan het... Waar gaan we mee beginnen? Wat gaan we doen? We gaan met deze beginnen. Met de Pia Dia Mia. Die dus. Ziet er wel lekker uit. We maken dit ook wel zelf soms. Dat je gewoon een quesadilla pakt en niet dubbelvoud. Mm-hmm. Ja, ik vind de smaak dus lekker die erin zit van de vulling. Maar ik vind de buitenkant is gewoon een droge pizzabodem, wat jij ook al zei. Precies. Maar gewoon letterlijk een droge pizzabodem. Ik vind zeg maar bodem aan één kant is voldoende bij een pizza. Het hoeft niet aan allebei de kanten. Het is een beetje droog. Mm-hmm. Ja, ik vind de smaak wel lekker. Ik ook. Maar voor de rest, lekker pittig. Ja, en dan gaan we door naar deze broodjes. We hebben dus 4 van die bolletjes. En trekken. En als het goed is, zit ieder bolletje ook nog gevuld met iets. Ja, met alleen één van de 4 zit niet zoveel in, want die is leeggelopen in de oven. Oh. Ik denk dat het heel heet kan zijn van binnen. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook een beetje droog. Ja, dat is echt. Hier is zo van. Dit ziet er echt niet lekker uit trouwens. Hier is het zo van. Het is niet voor niks een reden dat pizza normaal een topping heeft. Ja, ik had toch niet heel veel vulling. Misschien dat die vulling van mij dan onder in die oven ligt. Maar dit is het niet. Ja, dit is het niet. Nee, het is op zich wel lekker. Het is leuk als breekbrood. Nou, ik heb gewoon het idee dat je echt een dipje nodig hebt. Ja, en dat gewoon een pizza. Ja. Ja, zeker. En dan gaan we naar het volgende. En dit is een frisse roomkaas van ook weer het huismerk van Albert Heijn. Met persik en ananas. Ik denk wel dat dat een lekkere combi is. Ik denk ook dat het heel lekker is. Wat maakt een roomkaas een frisse roomkaas? Goeie vraag. Ja, goeie we gaan vraag. Erachter komen denk ik. Oeh, het ruikt wel lekker. Het is wel echt een superklein bakje. Ja, dat klopt. Oh, volgens ja. mij was het ook niet heel duur. Dus nee? Nee, volgens mij niet. Ah, er zitten wel allemaal van die stukjes in. Ja, dat zal wel de persik zijn. Ja, of de ananas. Of de ananas, of inderdaad. Allebei. Ik moet ook zeggen, Joep, ik zit nu in die taart te kijken. Dan denk ik echt, ik ben echt teleurgesteld. Want de vorige keer hadden wij taart van Albert Heijn. En die was zo lekker. Ja, klopt. Maar we hebben nog niet vaak de taart gehaald. Maar pas toevallig wel. En dat was echt zo lekker. Die was echt goed. Dus ja. Kregen we ook allemaal complimentjes en zo. Maar nu... Nu even niet. Nou, we gaan hier naartoe. Ik zie jouw hoofd alweer. Ik vind het echt niet verkeerd. Het smaakt best wel heel lekker naar persik en ananas. Ja. Ja, dat jij dat niet lekker vindt, dat is een ander verhaal. Ik vind die stukjes erin zo raar. Ik heb echt het gevoel, vroeger kreeg ik bij mijn opa en oma altijd zo'n yoghurt met van die stukjes ja, erin. Ja, dat met, is dit gewoon. Met ananas erin. Dat is letterlijk, of met persik. Ja. Ik weet niet, maar dat is letterlijk dit. Het is een soort danoontje, maar dan met allemaal van die brokjes. En daar, ik weet niet. Dat, nee, daar is ook mijn haat-liefdeverhouding met zo'n fruitstukjes ontstaan, denk ik. Ik nee, vind het wel prima. Het is niet mijn ding. Nee? Nee, het is niet mijn ding. Ik geef het een 6. Ja, 5,5. Ik vind een zenger, het is nog best hoog. Dat is nog best hoog. Ik geef het een 7,5. Ik vind hem dus wel echt kijk, fris. Nou, ja, dat wel. Ja. Dat wel. Maar die stukjes erin is niet... Nee. En dan gaan we als allerlaatste door naar deze Snickers. En het is een high protein, trouwens. Joep en ik zijn ook nog bij de HEMA geweest. Want ik wilde daar heel graag een bepaalde popcorn halen. Ook nog andere pepernoten, alleen die hadden ze niet. We hebben al vaker bij de HEMA nou gehad dat er zo staat van oh, we hebben nieuwe producten en dan kun je eens opzoeken of ze in het filiaal hier in de stad op voorraad zijn. En dan staat er van ja, ze zijn er, dus wij volgen hoe je moet er naartoe. Let's en dan, go. Oh nee, dat hebben we nog nooit gezien. Ik denk dat ze er niet zijn. En zei ze ook zo, ja nee, dat systeem klopt ook niet. Ja. Dus ik denk, je kon dan 3 streepjes krijgen van iets van lage voorraad. Precies. Gewoon goede voorraad en hele goede voorraad. En dit was echt zo, hij 3 streepjes, dus dat er echt heel veel voorraad is. En het was echt zo van, oh. Ja, maar het zou ook best kunnen dat hij ergens achter in een magazijn stond en dat ze dachten van, weet je wat? Het is goed met jou. Het is goed met jullie. Maar ik moet zeggen, misschien dat we dus nog wel even gaan proberen om morgen nog even naar een HEMA te gaan. Misschien een andere HEMA. Ja, het was dus Tompoes popcorn. Ja. En, best wel leuk. En dus ook
Wat zei iemand nou? Amaretto kruidnoten? Volgens mij was die daar. Of dat was weer bij Van Delft. Maar volgens mij was dat ook bij Hema. Ze hadden een aparte kruidnoten inderdaad. Ja, dus daar willen we even gaan kijken. Dus wie weet kunnen we dat ook nog in deze video doen. Maar we gaan dus nu even door naar deze Snickers. En dit is dus helemaal met high protein. Ja, en... maar ik vind altijd een beetje die proteïnerepen. Die moeten dan doen alsof ze gezond zijn. Weet je hoe duur maar dit was? Maar nu hadden ze ja, €3,20. Volgens mij nog duurder. Ja, nog duurder? Ja. Oh. Maar nu hebben ze dus van Snickers en van Mars. En dan denk ik, wil je dan ook doen of het gezond is? Of wat is precies de bedoeling hier? Ja, nou, ik vind die Mars-ijs ook lekker. Maar die Snicker-ijsjes. €3,20. Nee, volgens mij was het €3,79. Maar dan nog, terwijl zo'n normale reep is een eurotje of zo. Ja. En dan denk ik al van, nou. Ja, maar ik vind die ijsjes wel heel lekker. Van die Snickers-ijsjes en Mars-ijsjes. Ja. Ja, het is gewoon letterlijk een Snicker, maar dan iets minder nootjes erin. En iets meer zo'n proteïne-achtige substantie. Ja, precies. Het is niet echt romig, hij is meer hard. Maar ik vind hem wel nog steeds lekker. Ik hou hier wel van. Ook wel lekker, maar ik vind het niet per se een aanrader voor €3,80. Ik zou het niet halen, omdat het zo, volgens mij is het zo, ik zal de prijsjes overal bijzetten, maar volgens mij is het inderdaad zo duur. Ja. Dus dan zou ik het niet nog een keer halen. Als het een stuk goedkoper zou zijn, wel. Ik geef het een 8. Ik vind het echt lekker. Ik vind het ook wel echt lekker. Ik wil het eigenlijk, omdat ik principieel op tegen ben, vind ik het niet zo lekker vinden. Ja. Ik vind hem ook wel een 8 waard. Ja. Maar jongens, dit is dan alweer het einde van de video. Misschien dat we jullie dus nog mee kunnen nemen naar de Hema, dat we nog ergens kunnen gaan vinden. Ja, ik hoop het. Maar anders gaan we dat gewoon in de volgende video doen. In de volgende nieuwe producten. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of jullie al iets van deze producten getest hebben, geprobeerd hebben. Laat hieronder even weten wat je ervan vond. En of je nog andere aanraders hebt. Ja, wij willen ook altijd wel nieuwe dingen weten die we kunnen testen. En met die kruidnoten en die pepernoten zijn er zoveel nieuwe smaken overal. Niet normaal. Ook zo vroeg al. Echt niet normaal. Maar jongens, ik hoop in ieder geval dat jullie leuk vonden om mee te kijken. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet onder ook zeker om even te abonneren. En dan hoop je de volgende keer weer te zien. Doei!